Om te demonstreren hoe je de Cobra PH-pen gebruikt, heb ik een klein beetje woord gepakt uit een brouwsel. Voordat we de Cobra gaan gebruiken, gaan we hem eerst kalibreren. En om dat te doen, moet hij aanstaan. De Cobra gaat heel eenvoudig aan door op het aanknopje te drukken, waarna je de display ziet oplichten. Bovenaan kun je nu de pH aflezen en onderaan kun je nu de temperatuur aflezen. Kalibreren is heel eenvoudig. We hebben hiervoor de bufferoplossing nodig met twee verschillende pH-waardes. Eentje van 7 en eentje van 4. We schroeven het bewaarflesje van de Cobra af en zetten die heel even aan de kant. Voor en na een meting altijd de sensor afspoelen met een beetje kraanwater. Dat hebben we in dit glas gedaan. En dan zijn we klaar om te kalibreren, wat heel eenvoudig gaat. We pakken de oplossing van een pH, met een pH van 7, hangen de Cobra erin en drukken op de kalknop. Na een tijdje zien we weer wat nummers in beeld verschijnen. En we wachten heel even totdat de Cobra gekalibreerd is, waarna we de letters SA in beeld zullen zien. Dat betekent dat die gekalibreerd is en dat hij hem heeft opgeslagen. Zoals nu. Halen hem eruit. Spoelen hem heel eventjes af. Voordat we hem in de volgende oplossing hangen met een pH van 4. Ook daar. Druk op de kalibratieknop. Heel even wachten. Totdat hij die waarde heeft opgeslagen. Nu is onze pH-cobra klaar om de zuurtegraad van ons wort te meten. We hangen hem in het wort. En we zien dat hij een meting aan het uitvoeren is. Dat zien we doordat de waardes op ons scherm veranderen. En we zien ook het puntje tussen de decimalen knipperen. Dat betekent dat hij op dat moment aan het meten is. Willen we namelijk een meting opslaan, doen we dat door op hold te drukken. En zullen we zien dat het puntje tussen de decimalen ineens niet meer knippert. Nou, om weer terug te gaan naar onze actieve meting, klikken we hold nog een keer in. En zullen we de waarde op ons scherm weer zien veranderen. Op dit moment staat mijn Cobra echter ingesteld op een temperatuur die weergeeft in graden Fahrenheit. Dat is het laatste wat ik wil laten zien hoe je dat kan veranderen. Ook erg eenvoudig. Pakken de Cobra weer. We doen hem uit door op het uitknopje te klikken. Als die uit is, houden we tegelijkertijd de aanknop en de kalibratieknop ingedrukt. Nu zien we alleen het teken in beeld voor graden Fahrenheit. Vervolgens klikken we op hold, waarna we dat zien veranderen naar graden Celsius. En om op te slaan klikken we weer op kalibreren. Letters SA laten zien dat hij hem heeft opgeslagen. En de temperatuur wordt nu netjes weergegeven in graden Celsius. Nou, op deze manier gebruik je de pH-cobra op de juiste manier en kun je altijd nauwkeurig de zuurtegraad van je bier meten.